in de woorden wel, mevrouw Drupsteen? U heeft uw handen al vol genoeg aan het konijn. Zeg maar, allemaal binnenkomen. Ik heb ze laatst in het bos zien staan. Toen zagen we zo, moeder, ik wil dat u ernaast mij komt zitten. Zo, jongens, we gaan op de traditionele manier zitten. Dus Fred, jij gaat volgens mij mee. Jij gaat daar op de nieuwe kant. En Janieke, jij gaat op de volgende kant. En ben jij natuurlijk daar zo. En dan zijn we er. Wat is er aan de hand, moeder? Ik weet niet zo goed waar ik ben. U bent hier, moeder, in uw eigen eetkamer. Dit is uw tafel en dit zijn uw stoelen. En dit is nog het porselein wat u in Engeland gekocht heeft. En dit is het zilveren aansnijmes dat vader vroeger altijd gebruikte. Zo is goed ook. Oh ja. Ja. Oeh. Het is een lange dag geweest, jongens. Voor iedereen ja. Wil, misschien voor haar. Wie zijn deze mensen? Geen idee wie deze mensen zijn. Ik ben de moeder, Stijn, uw zoon. En dit is Fred hier, en Bea, en Ben, en dat is Nienke. Wij zijn allemaal hier, moeder. Ik zal het konijn gaan halen. Dat is wel misschien nog maar 80. Ja, en mevrouw Drupsteen is er ook, moeder, in de keuken waar ze al die tijd al was. En uw kleinkinderen. Uw kleinkinderen zijn er ook allemaal. Weet u dat niet meer? Ze hebben vanmiddag nog vooruit gegeten aan de kindertafel. En nu zijn ze aan het voetballen in de tuin. U heeft zelfs nog naar ze gekeken. Ja. Ah, daar is Nieke met konijn. Ja, zet daar meneer, Nieke. Hey, zo is het. Kijk, moeder, is dit geen prachtbeest? En dan ga ik hem aansnijden, moeder. Precies zoals vader het vroeger altijd deed. En dan geef ik u een stukje van de borst. Met een beetje jus. Net zoals altijd. Net zoals altijd. En Fred, jij krijgt de voorpoot, waarom niet Fred? Kom maar op. En Bea, heb je een stukje van de rug? Ja, lekker wel. En Ben tenslotte, jij krijgt het konijnenholletje, waarom niet Ben? Leuk en goeie. Bewaar je ook een stukje voor mevrouw Drupsteen? Oh, maar dat doe ik altijd, Nienke. Mevrouw Drupsteen is dol op kluiven. Het is allemaal heel aardig, maar ik geloof dat ik toch niet van naar huis ga. Maar u bent thuis, moeder. U heeft 52 jaar gewoond. 54 jaar zelfs. Tijd. Ben, geef even het woord van moeder. Ja. Dank u. Ik geloof dat het toch echt tijd is om te gaan. Moeder? Kan ik iemand naar huis brengen? Ik moet naar mijn moeder en mijn zusters. Maar dat huis bestaat niet meer, moeder. Wist u dat niet? Er staat nu een groot gebouw. Ik dank u heel vriendelijk voor de uitnodiging. Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. Dank u. Dank u wel. Dat was heel fijn, heel aardig. Moeder, ik ben het. Fred. Ah, heel aardig. Uw zoon. Heel aardig, dank u wel. Vlug, laat wat voor gaan zingen. Zingen? Ja. Ze houdt van zingen. We zongen altijd wat voor de als er wat dwars zat. Fred, Ben, kom op. Hier zo. Maar wat voor dan? Groenendal? Hans. Groenendal. Nou, wel. Het is lang geleden dat ik haar gespeeld heb. Dat is een hoed hebben. Hans. Thank you.
We rijden daar naartoe, laten alles zien. De verhoogde trambaan, het nieuwe kantoorgebouw, de parkeergarage, alles. Ik rijd de auto voor. Ik pak een jas. We zullen het gewoon even moeten doen, jongens. Ja, kom eraan, hoor. Nou, dat is wel een zeker, zeg. Ik voel me ineens zo onzeker. Nou, anders ik wel. Ja, maar het was net alsof we er helemaal niet waren. Alsof we maar geesten waren. Zelfs de eigen zoons. Ze liep straal langs heen. Nou, ja, wie liep er langs ons heen? Ja. Weet je waar ik nou eigenlijk zin in heb? Nou? In een goede, stevige borrel. Nou, ik ook. En ik weet dat mevrouw Drupsteen ook wel een borrel kan gebruiken. Dat denk ik ook wel. Weet je wat? We gaan het haar gewoon vragen. Ja, laten we dat doen. We gaan eerst eens even lekker dit konijn opeten met mevrouw Drupsteen. Daarna doen we samen met haar de afwas. Nemen een heerlijke borrel. En gaan er eens op ons gemak bedenken hoe we de rest van deze verdommelse dag door gaan brengen.